Maar ik hoop dat jullie deze vlogs toch ook nog een beetje leuk vinden. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve patatties, een hele goede morgen. Mijn naam is Sergio, René is op het werk en Jesse Silver is naar het kinderdagverblijf. Ik ben druk bezig ons huisje een beetje verkoop klaar te maken en daarvoor zijn alle deuren gelakt en ik ga nu voor de tweede ronde. En dat is echt een hele vervelende klus, want deze deur heb ik dus nog niet gedaan. En daarom moet ik dus al die raampjes een beetje aftepen. Maar als dat dan gedaan is, hebben we ook weer een supermooi resultaat. Mooie strakke deuren, lekker in de lak. En dan hopen dat het huis snel verkocht wordt, zodat wij ons kunnen richten op het nieuwe huis en het inrichten ervan. En nou ja, dat duurt nog wel eventjes. In ieder geval met het uitzoeken van alle meubels. En dat is echt super leuk. Alle websites afgaan, VT wonen, alle woonboulevards en dat soort dingetjes. Echt fantastisch wat je allemaal tegenkomt. Wat er allemaal kan tegenwoordig met laders en keukens en zachte wc-brillen en dat soort dingen. Dat is echt heel erg leuk. Dus nou, ik ga nu eventjes de deurtjes verder aflakken en intapen. En het is lekker weer, dus misschien ga ik even wandelen. En straks ga ik lekker werken. En dan als René thuis komt, mag ze niet aan de deur zitten. Verf zit erop, het is 10:12, dus ik moet nu opschieten, want ik moet naar mijn werk, maar het ziet er weer prachtig uit. Alles blinkt, alles is glad, alles is mat, maar dat zien jullie niet, want hij is niet scherp. En Mojo, je moet terug, anders ga je tegen de verf aan doen. En dat lijkt me niet de bedoeling. Kijk, dat is toch wel handig. Zoals je ziet, prachtig glanzende strakke deurtjes. Oké, aankleden en weg gaan zitten. Hi. Goedemorgen. Morgen. Het is vandaag weer even een spannende dag. Want Jesse Silver die gaat vandaag wennen bij de gastouder. Dus ik ga hem om 9 uur brengen en om 12 uur weer halen. Dus we zijn nu lekker aan het aankleden, dit boefie. Hé, ben je zo'n schatje? Ja. En even een fruitje eten. En dan ga ik hem brengen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Papa kus. Ja, papa kus. Nope. Handje. Liefje. Liefie. Oeh. Happen. Lekker fruitje. Lekker fruitje. Ik ga kietelen hoor. Ik ga je kietelen. Goed zo. Ja, dit moet ik jullie ook echt even laten zien. Dat was dus gisteren in de woonmall van Rotterdam Alexandrium. Even een beetje rondkijken naar keukens en dat soort dingen. En toen liepen we daar en toen kwam er ook echt kwamen we een enorme speelgoedwinkel tegen. Ja. Echt heel veel spullen. Echt heel leuk. En zo ben ik enthousiast. En toen zag ik dus dit. En toen dacht ik, wow, dit is vet. Want hij zit de hele tijd aan slootjes en vindt het helemaal te gek om van alles los te maken. Dus ik dacht, nou, die moeten we hebben. Kijk. Kan die ook nog gelijk leren hoe bepaalde dingen werken.
die. Oh, mooi, hè? Dat doet mama gewoon. En de laatste. Superleuk. Jij vindt hem ook leuk, hè? Dat is een geslaagd cadeautje, hè? Nog happy? Ah. Oh, wat knap van jou. Heb je het deurtje gewoon open gekregen? Goed zo. Ja, doe maar. Mama houdt hem vast. Doe maar hier. Doe maar trekken. Goed zo. En dan? Die eraf. Ja, je kan hier je vingertje doen, hè? Er zit een gaatje voor. Ja, goed zo. Kijk, en dan zo. Oeh, dat is mooi. Oh, afgeleid. Die heb je net al opgegeten. Wil je nog meer? Ga je bal pakken. Oh, bal. Bal. Ja, heb je hem gevonden? Bal. Bal. Ja, poepie. Zo, die ramen mogen ook wel weer eens gedaan worden met al die handjes van jou en die smurrie van die honden. Bal. Bal. Komt ie, hè? Komt ie, hè? Oh, gezondheid. Oh, gezondheid. Oh, boe. Nou, mama koffie opdrinken. En dan moeten we over een half uurtje gaan, dus moet je nog uitleggen. Ben je er klaar voor? Nee? Oh. Is niet zo goed, hè? Spelen? Nee. Ja. Nou, ik heb Jesse dus afgegeven. Nog wel even daar gezeten, maar hij vond niet zo leuk dat ik wegging. En ik hoor hem nu nog steeds huilen. Dus ik denk dat ik maar snel weg ga fietsen, want dan voordat mama ook gaat huilen. Nou, het zit er alweer op. Het is gelukkig goed gegaan. Ik kreeg een appje dat hij heel even moest huilen, maar dat die daarna eigenlijk alweer gelijk op ontdekking ging. Gelukkig. Dus ik ga me weer ophalen en dan gaan we daarna lekker naar oma Elsje. Ik kan je daar even een dutje doen. En waarschijnlijk even gaan we naar de speeltuin. Dat is hem toch. Moet ik je dan weer... Oké. Oké, daar gaat hij dan, hè. Nou, is dat het? Oh, gezondheid, oh, gezondheid. Zo. Zo. Eigen zandpakkie, hè? Nou, inmiddels ben ik weer thuis. We hebben lekker de hele dag in de tuin gezeten bij oma Elsje, want het was zo heerlijk weer. En zij heeft zo'n tuinhuis en dat vind ik echt helemaal geweldig. En het gaat ineens zo hard met alles wat hij kan en klimmen en wat hij begrijpt. En
begint steeds meer te praten. En dat is zo gaaf om te zien. Dat gewoon in, nou ja, laten we zeggen anderhalf jaar, dat van gewoon helemaal niks kunnen. Helemaal afhankelijk van jou naar wat hij nu allemaal kan. En begrijpt. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja, het is wel zo dat de laatste tijd een beetje misschien wat saaie vlogs zijn. Want Sergio is ook veel aan het werk daarbij. En ik ook. En al met het hele corona gedoe kunnen we natuurlijk nog steeds niet overal en ergens zomaar heen. Hoewel het gelukkig wel alweer wat meevalt. Maar ik hoop dat jullie deze vlogs toch ook nog een beetje leuk vinden. Dus ook nu is Sergio aan het werk. Ik ga nog een beetje wat garnaaltjes opwarmen. Ga ik die nog lekker oppeuzelen. Ondertussen zijn we ook bezig met een gastouder voor Jesse Silver. Dus daar moet ik ook het een en ander voor regelen. En we zijn dan natuurlijk met de hypotheekfinanciering bezig. Dus heel veel dingen die gedaan moeten worden. Maar wel superleuk en spannend. En ik kan niet wachten totdat we jullie echt mee kunnen nemen in. Ja, dat we gaan kijken en shoppen en ideeën. En de verhuizing, waarschijnlijk in de verkoop van het huis. Maar het laat allemaal nog eventjes op zich wachten. Dus ik zeg voor nu, ook al is het waarschijnlijk een beetje een korte vlog, hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao! I just wanna see